Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag ben ik samen met Julian. Yo. Yo Julian. En we doen weer eventjes GTA 5, een race. En we zitten allebei in onze mooie entity. Ik in de crew color, hij in roze-achtige kleur. Oké, en laten we gewoon lekker gaan. Flikkertje. Nee, niet opblazen! Nee, oh, flikker. Heb je jezelf ook nog gekild? Nee, ik vloog helemaal op jou in de auto heen, jongen. Nou, we beginnen alweer lekker. Ik word gelijk gekild door Julian. Wat zei je? Ik word alweer gelijk gekild door Julian. We zijn nog niet killen, maar... Nee, grapje. Ja, het is op de maat. Ja, dat is meestal als ik met jou speel, maar oké. Okay. Maar wij spelen lekker GTA 5. Holy freak. En we rijden in de Entity. Ik vind Entity wel... Oh, yo, flikker. Die was nog best close ook. Was sticky of niet? Nee, ik zit niet mine. Ja. Nee, ik maak toch gewoon stickies, dat is wel leuker. Ja, ik moet even stickies fixen weer. Of ja, fixen even kopen, want ik heb geen sticky bombs meer. Ik heb er 19. Ik ben een beetje scare, wil je mij wat geld geven? Mensen! Ik heb geld geven, dat weet ik niet meer. Echt? Uitgehaald, ik ben hier gewoon geld geven. Alleen als je een job hebt, dan kun je het geld dat jij nu een job hebt, kun je geven. Ja, was dat waarom hoe zit zeg? Oké, ik schiet mijn grana of dingen wel weg. Ja, ja, tuurlijk. Nee, ik heb een booster. Ja, gaat hij ook nog de booster pakken? Zo werkt het, jongen. Oké, jij gaat sowieso winnen. Ja, wacht. Kom hier, wacht even op mij. Ja, jongen, ik schiet hier niet. Oké, okay, let's go, let's go, let's go! Oh jolo, je bent echt veel verder voor mij. Oké, okay, pak deze gekke boost. Je staat 10 seconden voor, dus van extra 10 seconden. Ja, maar die 10 seconden, die over 3 seconden ongeveer, heb jij gewonnen al. En? Dat klopt. Ja, jammer man, ik wist dat je daar stinky zat. Oké okay, mensen, we zijn tweede gefinished. En we spelen natuurlijk twee races, dus jullie bij de volgende race. Yo gasten, daar zijn we weer. En we zijn verder met de tweede race. En we doen nu een motorrace. En wat de heck zit je allemaal te doen? En we gaan deze motorrace doen we alleen met handpistolen, handguns. Voor de mensen die geen Nederlands kunnen. Oké, okay, oppassen voor jou. Niks hoor. Ja, want jij hebt die rockets opgepakt, flikkertje. Ja, tuurlijk. Ik zal expres meesten, maar kalm. Moet ja, je nog zien met wie gaan? Ja, wacht, jij bent. Hoezo? Ik ben de flikker gevangen. Ik ben helemaal niet spannend. Jij hebt dat gewonnen. Dat is makkelijk. Oké, okay, let's go. Ja, tweede keer gefaald. Ja, ben je nu alweer gefaald? Ja, ik zat erg op zoek. Die Akuma is best wel snel. Wat zei je? Die Akuma is best wel snel. Ja joh, daarom heb je ook al gewonnen. Maar heb je geen Akuma? Wat zei je? Heb je geen Akuma? Wel, maar... Oh. Jij hebt zo'n voorsprong. Heb je ketchup aangezet trouwens? Wat zeg je? Ketchup, heb je die aangezet? Nee. Binnen. Dan heb je al gevoel. Ja, ik zal wel wachten dat je geen DNF krijgt. DNF zijn kut, want die krijg ik altijd. Oké, okay, let's go, let's go, let's go. Holy shit. Je loopt echt freaking ver achter volgens mij, of niet? Ja, 20 seconden. Ik zal zo wel even wachten. Oké, okay, laten we... Wat doe je dom? Sukkeltje. Nee, jij eigenlijk. Nee. Oké, okay, je loopt nu nog maar 19 seconden. Zie deze ja. Explosie. Oh joh, ik heb alleen nog maar granaten. Oh, ik heb gewoon 3 laps aangezet hoor, dus je kan wel winnen. Nou nee, want je hebt wel alleen. Ja, als ik 1 keer goed op mijn bek ga. Ja, dat ga je. En je kent me wel, jawel. Ik ga freaking vaak op mijn bek. Ik hou wel van die explosies. Shocked in my lives. En mensen, vinden jullie deze video nu al leuk? Doe eventjes een blauw duimpje omhoog. En abonneer als je dat niet had gedaan. Oh yeah. Ik rij echt helemaal loner.
Oh ja mensen, hebben jullie ook gewoon GTA 5 op de Xbox 360? Voeg me even toe en geef me even wat geld. En de skeren boy op GTA Online. Ik heb ook maar 720. Nou ja, maar 720. Ik heb maar 21k of zo. Sst. Geef mij maar 100k, dan ben ik al helemaal blij. Holy shit! Oh joh, dat was best wel nice. Ben je gevallen? Nee, ik ben nog niet gevallen. Wel vaak bijna. Hey, wie ben jij? Wat heb je met Tom gedaan? Wat? Wie ben jij? Wat heb je met Tom gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben ineens heel goed in GTA geworden. Oh, ik ben bij lab 3, man. Ben je aan het ontdekken? Nee, ik heb dikke nooit meer. Ja, hè? Oh, joh! Waren dat stickies of niet? Stickies. Ik heb niks achtergelaten. Netjes. Waarschijnlijk zit het helemaal vol met stickies of niet. Wow. Ik maak zo'n grapje, ik wou raket op mijn auto schieten en serieus. Ik schiet op de grond. Hé, volgens mij zit hier helemaal vol met stickies of niet. Ik heb nergens stickies achtergelaten, serieus. Helemaal wel, net wel, net waren de explosies. Ik heb nog alles wat ik had, dus ik ben sterk. Ja, ja. Oké, let's go. Even die gekke radio trouwens. Ja, ik ben neer. Ik ga echt vaak neer. Oh, je loopt maar 18 seconden achter, man. Ik heb heel wat in mijn hand. Ja, ik ben een beetje slommer. Ik loop 28 seconden achter, hoor. Wat? Ik loop 28 seconden achter. Oh! Oh, maar 28 seconden, man. Dat is helemaal... Nee. Oh, joh. Ik ben echt goed. De derde. Als jij deze video ziet, je gaat mijn rijskills zien, je gaat dood. Lachen. Nee. Dat ik zo goed kan rijden ineens. Holy shit! Holy shit, hier is de finish. Wil je DNF of niet? Nee. Nou. Yo. Hey Tom. Hey. I'm about to shoot your ass. Wacht, ik ga je proberen te snipen. Oh, je bent al weg. Nee, zo dan kom ik recht op jou af, dan probeer ik te snipen. Ja, en dan ga jij winnen en dan, dan heb ik verloren. Hoe moet je dat ooit doen? Ik heb niet een raket. Sniper battle voor de finish. Goed, als je in de laatste schiet, je wint. Goed? Nee. Fuck jou. Oh, fuck jou. Oké, mensen, we doen nog één laatste race. Dus wij zien jullie bij de volgende race. Nee, ik kom nog finishen. Oké, mensen, dus tot zo bij de volgende race. Yo gasten, daar zijn we weer met de laatste race van vandaag. En wij gaan lekker weer in onze entities. Ja, jij kiest wel lelijke kleurtjes uit, man. Ja, en je hebt de animatie gevoerd. Oh. Ja, maar de... Ja, jij gaat voor me rijden. Jij hebt de beugel. Jongen. Jongen, die scooterrijder was bijna sneller dan dat jij bent. Tegen die witte auto reed ik net ook aan. Holy freak. Je moet niet die handrem gebruiken bij deze auto, man. Nee joh, ik heb de entity zelf gedaan. Ja, ik niet, want ik ben scared, dat weet je toch. Heb je rockets? Nee. Hey, alleen handgun zei ik, hè. Dat is een nou, ik weet niet wat van... Was die niet raak? Nee. Wel, die was zo hard raak. Ja, ik kan hier weer niet langs, hè. Je hebt zoveel luk, hè. Ik wil dat niet. Ik zweer het je, die... We hebben toch 3 laps, maar... Ik zweer het je, die was zo hard raak, die rocket. Mijn auto weer een afwijking naar links. Het is een miracle. Ja? Oh ja, mensen, voor degene die het niet weten bij de stream. Zijn auto's hebben altijd een afwijking naar rechts. En nu hebben ze ineens een afwijking naar links. Voor het eerst, tijden. Echt voor het eerst. Ik ben in een opname! Yo, schreeuw niet zo, man. Wat? Zachter, nog zachter! Jezus, man. Oh, jongen, doe nou normaal.
Sommige mensen kunnen echt niet rijden. Oh my god. Ik wou echt net zeggen, sommige mensen kunnen echt niet rijden in GTA Online. Je hebt geen rockets, toch? Nee. Oh, klikken. Wat gast? Je schiet in één keer mijn band lek. Echt, je schoot hem in één keer. Ja, nu win je ook nog daardoor, man. Oh shit, man. Die was echt poesie, man. Is hij nog steeds lek? Ja. Oh ja, hij gaat natuurlijk niet in één keer maken. Hier kun je auto laten maken of je kan een booster pakken. Dat is eventjes een dilemma. Of auto. Ik heb het wel bij kunnen pakken, dus pakken we. Echt? Ja, als je precies dus in dan kun je beide pakken. Dus een soort hack of zo. Nee, dat is niet. Niet, maar ja, kun je ook bij rockets of bij boosters. Je doet er één, doe je meteen gebruik en dan pak je automatisch. Is het super raar. Ja, jij hebt gewonnen, jongen, door die vieze band te schieten. Nee. Nice. Oké, okay, mensen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even als je dat nog niet had gedaan. En dan hopelijk zie ik jullie bij een nieuwe video. Twee maanden geleden ongeveer heb ik een video geüpload dat ik een squad wil gaan beginnen met gewoon jullie als kijkers en misschien vrienden. En dat